Heel vaak als je een prachtig onderwerp als dit aan het fotograferen bent, dan laat je je bijna verblinden door het onderwerp en dan vergeet je eigenlijk een mooie compositie te maken. Nou, feitelijk zijn er niet echt regels in compositie. Je moet met name doen wat je zelf mooi vindt. Maar er zijn wel een soort hulpmiddelen eigenlijk. Een soort richtlijnen zou je kunnen zeggen waarop je wel kunt zorgen dat je echt een mooie compositie krijgt. En een daarvan is de gulden snede. Die bestaat al heel erg lang en hij gaat nog steeds op. En wat je eigenlijk doet is je verdeelt je beeld in drie vlakken. Dat doe je zowel horizontaal als verticaal. Dus je trekt eigenlijk denkbeeldige lijnen door je beeld. En juist op die lijnen zet je bijvoorbeeld je horizon of belangrijke onderdelen van je foto, van je onderwerp. In dit geval zijn dat die zwanen voor mij. En die ga ik nu op zo'n gulden snedelijn zetten. En in dit geval vind ik het helemaal niet erg dat de horizon misschien een klein beetje in het midden komt. Maar juist die zwanen die zitten wel op zo'n mooie gulden snedeplek. En ook de linkerflank van die berg zit eigenlijk ook heel mooi in zo'n gulden snedegebied. Nou zal ik je ook laten zien, als ik dat niet doe, als ik die zwanen niet in zo'n gulden snedelijn zet. En je ziet dan dat je compositie eigenlijk veel minder spannend wordt, veel minder mooie vlakverdeling. Ik heb nu een ander objectief gepakt, ietsje meer groothoek. En nu ga ik je laten zien wat er gebeurt als ik de horizon op zo'n gulden snedelijn leg. Ik kan hem dus bovenin leggen of onderin. En dan kan je het verschil zien. Dus nu leg ik hem op 1/3 bovenin. En van hetzelfde standpunt leg ik hem ook op 1/3 onderin. En ik maak hem ook nog een keer in het midden. Nou, dan zie je dat het vaak veel spannender is om ook je horizon op zijn gulden snedelijn te leggen. Dus 1/3 bovenin, 1/3 onderin. Dan krijg je gewoon veel mooiere compositie. Mijn tip, als je een landschap gaat fotograferen, vergeet dan niet om een mooie compositie te bedenken.